Je wacht op mij met het stof voor mijn vrouw die elke dag wacht door Yogyakarta. Niets rest je in jouw naam, niets dan me te wachten, samen met het stof van ons thuis, al die lagen bijeen, overlopend, in geen hoek wil je de overgordijnen opentrekken, de roerloosheid van het licht verstoren boven de boekenplank. Is het met de hand geschreven etiket verstoft. Op het tapijt ademt het patroon het stof in. Als je de pen graag een stofpunt wilt geven, wanneer je me een brief schrijft, dan worden mijn ogen door pijn gestoken. Je zit daar de hele dag lang, durft niet te bewegen, uit angst dat je voetstappen op het stof zullen vertrappen. Je probeert je adem in te houden, en gebruik de stilte om een verhaal te schrijven. In ogenblikken als deze is het verschrikkende stof de enige bondgenoot. Jouw visie, adem en tijd, doordringen het stof in de diepte van je ziel, wordt de tombe centimeter na centimeter vanaf de voeten opgestapeld. Komt tot aan de borst, stapelt aan de keel. Jij weet dat de tombe je beste rustplaats is. Daar waar je op me wacht. Zonder bron van angst of paniek. Daarom verkies je stof. In het donker. In kalm verstikken. Wachtend, wachtend, wachtend op me. Je wacht op me met stof. En weigert zon en werveling van lucht. Laat het stof je maar helemaal begraven. Laat jezelf maar inslapen in stof. Tot ik terugkom en jij wakker wordt en het stof afveegt van je huid en je ziel. Een wonder ontwaakt uit de dood, Yogyakarta. Het is een vertaling van Job Degenaar en onze gastvrouw van